Een grote groep buitenlanders, onder wie Cubanen, die zich afgelopen vrijdag begaf naar het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg, BOG, weigerde te betalen voor de gele koortsvaccinatie. De groep bestond uit bijkans 200 personen. Rajesh Ori, waarnemend directeur van BOG, zegt dat de groep een week eerder reeds bij het BOG was, maar heeft niet gecommuniceerd. Later begreep Ori dat de mensen zich wilden vaccineren tegen gele koorts en een PCR-test wilden doen, omdat ze naar Guyana moeten afreizen. De PCR-test is een test om aan te tonen of iemand op het moment van testen besmet is met het coronavirus. Bij aankomst van de groep bij het BOG afgelopen vrijdag hebben de mensen vooraf ook geen afspraak gemaakt. En we hebben het ook duidelijk gemaakt. Kijk, als ze willen, kunnen we misschien 25 per dag doen. Want zoveel mensen gaan we niet kunnen doen. Personeel aan de andere kant. Dan moeten de reguliere vaccinaties die gedaan moeten worden. Tetanus, hepatitis, influenza. En dat het normaal doorgaat. We kunnen 25 helpen, is 80 centen per persoon. Dat geldt voor ieder. Ze zijn akkoord gegaan, ze gaan nu om te vaccineren, maar toen ze moesten betalen, hebben ze gezegd niet. Ze moeten alles gratis krijgen. Toen hebben ze gezegd dat gaat niet gebeuren. Toen hebben ze gezegd dat kunnen jullie weggaan, want dan ga je mensen die gratis vaccineren, als iedereen betaalt, dan weten die namens zelf het moeten betalen. Dus dat moeten we gratis voor hun doen. Dat kan toch niet? En dat hoort toch niet zo? Mm-hmm. Je kan toch niet ergens komen, een horde, en dat ze waren georganiseerd, want ze wisten precies hoe laat ze moesten komen. Toch? Als je zoiets wil doen, tenminste maak contact met in dit geval het BOG en probeer te achterhalen wat er gedaan moet worden of wat jullie willen hebben. Maar zoveel mensen tegelijk vaccineren, ik heb begrepen, van eentje heb ik begrepen dat het gaat om 1050, de andere zei van 1500 man. Mm-hmm. Maar we kunnen dit niet één dag veel vaccineren, gaan niet lukken. Ori haalde verder aan dat een hele organisatie nodig is om zoveel mensen te kunnen vaccineren. Toen de mensen niet geholpen werden, zijn ze rond 3 uur 's middags het terrein opgegaan. Het BOG riep daarop de hulp in van de politie. Ze mogen niet zomaar op het terrein, want ze begonnen banken van her en der te verplaatsen. Dus het legale was dat ze daar zouden bivakeren, zodat ze geholpen worden. Want we hebben dit ook gezien bij Rode Kruis, dat ze brieven bivakeren doordat ze niet geholpen zijn. Maar dat kan toch niet? Ja. Omdat je daar blijft, moet ik je helpen. Ik ben verplicht je te helpen omdat je dat wil. Moet niet zo zijn. En nog wel bij gratis. Rajesh Ori, waarnemend directeur van het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg, over de grote groep buitenlanders die zich wilden laten vaccineren en een PCR-test wilden doen bij het BOG.